Goedemorgen en welgemeend goedemorgen deze maandagochtend. Van harte welkom bij dit webinar over het zorgprestatiemodel in de GGZ en de FZ. Mijn naam is Maarten Bouwens, presentator van deze serie webinars van het zorgprestatiemodel. En ja, wellicht hebben we elkaar dus in deze serie eerder gezien. Ik hoop dat het goed met u gaat. Fijn dat u kijkt. Het zorgprestatiemodel. Ja, een compleet nieuwe bekostiging binnen de GGZ en de FZ, wat het allemaal transparanter moet maken, eenduidiger, minder bureaucratie, minder nota's. Nou ja, er is in ieder geval een hele hoop goeds beloofd in dit model en dat lijkt ook echt te gaan gebeuren. Dit webinar, heel specifiek dit webinar, gaat over de zorgvraagtypering. Een belangrijk onderdeel van dat zorgprestatiemodel, maar ook een beetje een apart en eigen onderdeel van dat zorgprestatiemodel. Nou, daar gaan we het de komende anderhalf uur over hebben. En dat is natuurlijk ook de reden dat u bent aangehaakt en dat u kijkt. Onze webinars, zoals u wellicht gewend bent van de vorige serie webinars, zijn interactief. Dat kan ook niet anders. Dus stel uw vraag. U ziet de tabbladen onderin beeld, daar staat ook bij stel uw vraag. Stel alsjeblieft uw vragen aan ons, want we weten er komen er een hele hoop binnen en we doen ons best zo goed mogelijk respons te geven op alle feedback die we krijgen uit de brede sector van de GGZ en de FZ, ook via de vragen van dit webinar. Ik heb wel direct, ik ben zo vrij, eerst een vraag aan u, want een van de tabbladen ziet u ook polletjes, hè, vragen die we aan u kunnen stellen. En die wil ik maar direct op tafel leggen, want we hebben het vandaag over die zorgvraagtypering. En dan is mijn vraag aan u, ja, wat weet u daar eigenlijk al van? Specifiek de zorgvraagtypering, dus niet het zorgprestatiemodel in de breedte, maar waar we het vandaag over gaan hebben. Ik haak voor het eerst aan, ik heb beperkte kennis. Ik ben eigenlijk wel redelijk geïnformeerd of ik heb me erin vastgebeten. Geeft u ons even terug wat uw kennis is over zorgvraagtypering. Is ook fijn voor alle sprekers die ik vandaag in dit webinar heb om even te weten van oké, hoe zitten we erin? Wat weten we er al van? Nou, de programmamanager van het zorgprestatiemodel, Cornelis-Jan Diepeveen, is uiteraard weer bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. En tegenover Cornelis-Jan zit Vincent Pelgrum. Hij is projectleider bij de NZA. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen, Maarten. Ja. Jullie zijn hier om ook over die zorgvraagtypering zoveel mogelijk te kunnen uitleggen. Maar dat gaan jullie niet alleen doen, daarover straks meer. Cornelis-Jan, je doet dat namens al die partijen die samen dat zorgprestatiemodel hebben gemaakt. Om dat nog weer eens eventjes te benadrukken. Dat zijn er ook heel veel, hè? Dat is sectorbreed. Dat is sectorbreed en dat gaat dus over de verzekeraars, over de aanbieders, maar ook over de patiënten. Maar vandaag wel goed om extra stil te staan bij de behandelaar. Hè? Want de behandelaar heeft een belangrijke rol in de zorgvraagtypering, sowieso in die hele nieuwe bekostiging. En de partijen van de zorgbehandelaren, zeg maar, die zijn ook betrokken in het programma. En hebben een grote inzet en een grote bijdrage geleverd ook aan de totstandkoming van zorgvraagtypering. Ja, dus die rol van die behandelaar en zorgvraagtypering, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus die staat vandaag ook wel een beetje centraal. Eigenlijk wel, ja. Zullen we maar zeggen. Oké, dat gezegd hebbende. Vincent Pelgrum, de reacties die jullie krijgen. Want het vorige webinar hebben we half april gedaan. Kunt u overigens ook allemaal terugkijken, al die webinars. En toen ging het erover dat er heel veel stukken zijn gepubliceerd, waaronder bijvoorbeeld ook de tarieven vanuit de NZA. Wat voor responses heb je gekregen de afgelopen weken op die belangrijke stap in dat zorgprestatiemodel wat toewerkt naar 1 januari? Nou, we merken dat het wel steeds meer gaat leven. We hebben best veel vragen ook binnengekregen bij het zorgprestatiemodel, ook bij de NZA. Voor vragen voor die echt over de regelgeving gaan, kunt u tegenwoordig ook bij de NZA terecht. En we zijn heel druk bezig om al die vragen goed te beantwoorden. We hebben nog wel een soort van achterstand, dus we zijn heel hard bezig om die goed weg te werken. Maar uw vragen zijn meer dan welkom. We gaan het ook gebruiken om meer algemeen voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen, zodat iedereen helemaal wegwijs wordt van het zorgprestatiemodel. Ja, want dat is natuurlijk aan de ene kant fantastisch nieuws, maar het is ook heel veel. Cornelis-Jan, jullie zijn maar met een klein projectteam. De eerste keer dat we hier in het najaar een webinar over hebben gedaan, hadden we 1000 kijkers en kwamen er 800 vragen binnen. Ja. En dat moet je elke keer maar weer verwerken. Nou ja, dat klopt. En dat doen we ook zo goed als mogelijk. Hè? En er zijn ook heel veel individuen die vragen stellen. Nou, die proberen we echt zo goed als mogelijk te beantwoorden. Dat doen we dus nu ook in goede samenspraak met de NZA. Hè? Zodat dat op de goede plek terechtkomt. En is het niet direct op de goede plek, dan zorgen wij dat het op de goede plek terechtkomt.
Maar wat wel belangrijk is, ook alle vragen die gesteld worden tijdens zo'n webinar, we proberen daar de rode draad uit te halen, zodat we daar in een stuk algemene informatievoorziening op kunnen toezien. Ja. De vorige keer hebben we ook veel vragen gekregen over een goede toepassing van het begrip setting. Nou, wat we nu binnenkort publiceren deze week nog is een factsheet over die setting. Omdat er juist zoveel vragen over zijn. En in die factsheet worden eigenlijk heel veel van die vragen beantwoord. Ja. Dus op die manier proberen we ook echt te anticiperen op datgene wat er binnenkomt. Nou, dat gezegd hebbende, stel alstublieft uw vragen, zeker vandaag over die zorgvraagtypering. Want geen enkele vraag gaat verloren. Dan wel komen ze direct live in de uitzending bij mij via de iPad. Dan wel is het hele belangrijke informatie voor ons om in een Q&A of in factsheet verder te verwerken vanuit het programmateam en vanuit de NZA. Vandaag dus over die zorgvraagtypering binnen de GGZ en zeker ook binnen de FZ, waar een aantal sprekers voor aanwezig is. Want straks hebben we nog in deze show Evelien Klein-Haneveld van de Oostvaarderskliniek, Alexandra Sille, een vrij gevestigd psycholoog en psychotherapeut, Mark Blom van de Parnassia Groep, Femke van der Pol van zorgverzekeraar CZ en Edo de Vries van de Pompenstichting. Nou, u begrijpt het al, wij doen er alles aan om het podium te bieden aan alle partijen in dit zorgprestatiemodel, zeker als het gaat over de zorgvraagtypering, om al jullie vragen te beantwoorden. Mijn eerste vraag aan jullie was, nou goed, wat weet u er eigenlijk al van? Heren, ik zal het antwoord met u delen. 14% zegt ik haak voor het eerst aan. Ja, zeg maar, kleine 15%. 50% zegt ik heb beperkte kennis. 30% is redelijk geïnformeerd. En 5%, fijn dat u kijkt, heeft zich erin vastgebeten. Maar de bulk is dus, 50% zegt ik heb redelijke kennis en ik ben geïnformeerd. Maar ja. Het valt me niet tegen. Het is toch best wel een nieuw onderwerp. Maar 15% zegt ik haak voor het eerst aan. Ja, heel goed. Ja, dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Nou, dan gaan we het niveau optillen. Dat lijkt me fantastisch. Cornelis Jan, ik ga jou de vloer geven voor jouw eerste slides die we willen behandelen. 5 minuutjes en stel ook direct je vragen aan Cornelis Jan. Dan komen die bij mij binnen. Ga je gang. Ja, nou, aan mij de eer om jullie mee te nemen in de introductie van zorgvraagtypering. En zoals u gewend bent inmiddels, beginnen we eigenlijk altijd met de ontwerpcriteria. Eigenlijk de 10 gouden basisregels die we met elkaar hebben opgesteld, waaraan we ons ook houden en waaraan we het model ook toetsen. En in de vorige webinars hebben we een heel aantal van deze aspecten langs zien komen. We willen toe naar een eenvoudige set aan prestaties, minder regelgeving, we willen af van het tijdschrijven. We hebben met elkaar gezegd, ook de boekhoudkundige problemen willen we met dit model oplossen. Dat betekent dat het onderscheid tussen schadelast en omzet van een aanbieder, schadelast van een verzekeraar, omzet van een aanbieder, dat we dat bij elkaar brengen, die twee begrippen. De controles, die willen we eigenlijk afscheid nemen van de ouderwetse manier van controleren. We willen eigenlijk veel meer toe naar een goede inbedding in de zorgprocessen. Nou, allemaal dingen die we hier terug zien komen. Maar vandaag gaan we eigenlijk inzoomen met elkaar op ontwerpcriteria 9 en criteria 10. Nou, 10 gaat over zorgvraagtypering. Het moet een model zijn waar we ook dat we ook kunnen combineren met zorgvraagtypering. Nou, daar hebben we het vandaag over hoe we dat hebben gedaan. Maar 9, dat is denk ik wel belangrijk. De bekostiging zou ook een goede basis moeten zijn om te kunnen sturen op gepaste en op doelmatige zorg. En hoe willen we dat dan doen in dit model? Want uiteindelijk zijn het allerlei afrekeneenheden. Je hebt een consult gedaan en dat breng je in rekening in het model. Zo simpel is het, zeg maar. Nou, dat doen we eigenlijk op 2 manieren. De eerste manier waarop wij met elkaar dat willen ondersteunen in het model, is dat we meer informatie met elkaar uitwisselen. We hebben het eerder ook al genoemd, het opheffen van de informatieasymmetrie die er is. En door informatie met elkaar te delen, gaan we ervan uit dat partijen in het veld ook veel meer over die inhoud afspraken met elkaar gaan maken. Dus dat is 1 sleutel om met elkaar ook veel meer te kunnen gaan sturen op gepaste en doelmatige zorg. En de 2e sleutel, en die staat vandaag centraal, is dus zorgvraagtypering. Zorgvraagtypering is dus een middel om ook bepaalde informatie met elkaar te delen, een bepaalde informatie aan elkaar te geven die iets zegt over de zorgbehoeften van groepen patiënten. En daar komen we daar verder op terug. Ik wil u eerst even meenemen in een klein stukje historie, niet al te uitgebreid, maar om verwarring eventueel rond dit onderwerp te voorkomen. Tot en met 2018, zeg maar eigenlijk tot begin 2019, hadden wij een
traject lopen in het land, wat ook wel het zorgclustermodel genoemd werd. En dat was eigenlijk een pilot die gehouden werd in de GGZ en de FZ, om te kijken of het zogenoemde zorgclustermodel als nieuwe bekostiging zou kunnen gaan functioneren voor zowel de GGZ als de FZ. En die pilots zijn zeg maar tot en met 2018 doorlopen in allerlei instellingen ook en in ziekenhuizen en bij vrijgevestigden. En aan het eind van die pilot hebben eigenlijk partijen, maar heeft uiteindelijk ook de NZA geconcludeerd dat zorgclustermodel in de basis niet geschikt is om individueel zorg af te kunnen rekenen. Dus dat betekent het zorgclustermodel wat we overgenomen hadden vanuit Engeland. Dat bleek dat het in ieder geval niet tot declaratietitels zou kunnen leiden. Titels om de zorg in rekening te kunnen brengen voor individuele patiënten. Wat wel is geconcludeerd toen, ook begin 2019, is dat het naar verwachting wel een geschikt model zou kunnen zijn om te voorspellen welke en hoeveel zorg voor bepaalde groepen patiënten nodig zou moeten zijn. Met die eerste resultaten, dat het waarschijnlijk wel gebruikt kan worden om voor groepen patiënten dat te kunnen voorspellen, hè, van hoeveel zorg heb je ongeveer nodig voor zo'n groep patiënten, met dat in het achterhoofd zijn we met elkaar dat oorspronkelijke zorgclustermodel dus op een andere manier gaan inzetten in het zorgprestatiemodel. Want de bekostiging die we helemaal terug naar de eenvoud gebracht, eenvoudige afrekentitels, gewoon simpele consulten, simpele verblijfsdagen, dat soort dingen. Maar we hebben er een stukje informatie aan toe willen voegen die iets zegt over de zorgvraag van de patiënt. En dan is het ook belangrijk om op te merken dat een van de redenen dat de DBC's of de DBBC's onvoldoende bruikbaar bleken voor de GGZ en FZ, had alles te maken met het feit dat de diagnose in dat hele systeem onvoldoende kostenvoorspellend bleek te zijn. Dus uit alle onderzoeken die we tot op heden gehouden hebben, is gebleken die diagnose die zegt eigenlijk weinig over de hoeveelheid zorg en daarmee ook de kosten van de zorg voor een bepaalde patiënt. En toen is ook de conclusie getrokken van, joh, we moeten veel meer toe naar de zorgvraag van de patiënt. Want de zorgvraag is veel belangrijker in het geval. En de hele situatie waarin de patiënt zich bevindt, dat zegt uiteindelijk veel meer over de kosten. En zo zijn we dus met elkaar zorgvraagtypering gaan inzetten om bepaalde informatie uit te wisselen, om in de toekomst iets te kunnen zeggen over bepaalde groepen patiënten, maar niet als afrekensysteem. We hebben dat hier op deze slide ook wat uitgewerkt. En wat denk ik wel goed is, en dat hebben we even in een tabel gedaan, van wat is zorgvraagtypering er wel en wat is het niet. Vooral om ook verwarring daarover te voorkomen. En wat is zorgvraagtypering? Dat zien we links staan. Nou, het is een momentopname van de zorgvraag van de patiënt. Dus op een x-moment in de tijd, en we zullen straks toelichten welk moment, dat komt in de presentatie van Vincent aan bod, op welk moment in de tijd maken we een momentopname van die zorgvraag van de patiënt. Het maakt daarmee ook bepaalde groepen patiënten zichtbaar. En het geeft ook een beeld van wat de zwaarte zou kunnen zijn van die groep patiënten en welke benodigde zorg die groep patiënten nodig heeft. En het kan dus ook een hulpmiddel zijn bij het maken van keuzes over de inzet van de zorg bij een groep patiënten. Maar wat is het dus niet? Nou, dat zien we aan de rechterkant staan. De laatste bullet is, het is dus geen manier om individuele prestaties af te rekenen. We rekenen niet af met zorgvraagtypering. Nee, we rekenen af met zorgprestaties. En zorgvraagtypering is een informatieelement wat we erbij vermelden. Wat het ook niet is, is dat het is geen zorgstandaard. Het is geen kwaliteitsrichtlijn. Hè? Daar hebben hele andere processen in de sector voor die leiden uiteindelijk tot allerlei richtlijnen. Het vervangt ook niet de diagnostiek. Hè? We gaan ook niet zeggen, joh, je hoeft nu geen diagnose meer te stellen of de DSM is verleden tijd. Nee, de DSM is nog steeds belangrijk in de behandelpraktijk. De zorgvraagtypering is alleen een ander informatieelement en ook een andere aanvliegroute die we in de toekomst ook willen gaan gebruiken in het stelsel zoals we dat nu kennen. Het is ook geen norm voor inhoud of omvang van de zorg voor een individuele patiënt. Mensen, als we de berichten een beetje horen, dan zie je wel dat mensen zich soms wat zorgen maken. Maar kan ik de zorg dan wel blijven leveren aan mijn patiënt? Nou, als wij spreken over zorgvraagtypering, dan spreken we altijd eigenlijk in één woord over groepen patiënten. We hopen dat we daar bepaalde groepen beter mee kunnen detecteren. Hè, bijvoorbeeld de zware patiëntengroepen, dat we die beter kunnen detecteren. Zodat we uiteindelijk ook daar een beter behandelaanbod aan kunnen geven aan zo'n groep patiënten. Maar dat betekent niet dat dat voor elk individu hetzelfde is. Dat kan natuurlijk afwijken en elke patiënt is weer anders.
Ook de aanspraak wijzigt op dit moment niet. De aanspraak is op dit moment nog gekoppeld aan de DSM. Wat is verzekerde zorg en wat is onverzekerde zorg? Dat verandert dus ook niet met zorgfractipering. Dus belangrijk even om dit te beseffen. Dan is het natuurlijk, wat willen we ermee met die zorgfractipering? Uiteindelijk is het doel van zorgfractipering dat we beter kunnen voorspellen welke en hoeveel zorg voor een groep patiënten nodig is. Dat begint natuurlijk met het detecteren van groepen patiënten en daarna ook met elkaar in kaart brengen. Oké, hoeveel zorg en welke zorg is daar nu voor nodig? Gaan we dat dan direct doen bij 2022? Gaan we direct zeggen, deze groep krijgt zoveel zorg, deze groep zoveel? Nee, want we hebben met elkaar gezegd, we gaan eerst eens met elkaar wat data verzamelen. Want het model en de pilots die waren positief voor dit doel. Dus we dachten, die wijzen uit dat je hier echt wat mee kan met dit doel. Maar we hebben gezegd, we moeten eerst goed kijken in de Nederlandse situatie wat dit nu betekent. En we gaan daarom in 2022 en 2023 eerst met elkaar data verzamelen. Daar hopen we het model mee te valideren en ook verder door te ontwikkelen. En dan vanaf 2024 hopen we dat dit model ook de afspraken kan gaan ondersteunen tussen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat nu voor bepaalde patiëntengroepen een reële vergoeding is bijvoorbeeld. Gegeven wat wij met elkaar vinden gepaste zorg. Dus dat is het proces waar we ingaan. En ik geef hem graag weer door aan de collega om iets meer te vertellen over hoe werkt zorgfractipering in de GGZ. Cornelis-Jan, dankjewel. Dit als basis, inderdaad. We praten straks door over hoe werkt het in de GGZ en hoe werkt het in de FZ. Hebben we eventjes gesplitst. Goed voor u om te weten. Mochten er vragen zijn voor Cornelis-Jan, jongens, zet ze door. Maar heel even, als ik naar die laatste slide kijk. 2024 schrijf je op wat voor specifieke patiëntgroepen een reële vergoeding is. Ja. Dus je gaat nu eerst data verzamelen, gaat het vandaag uitgebreid over hebben. Ja. Maar daarna moet het wel invloed gaan hebben op de bekostiging. En wij bedoelen dan op de bekostiging, we bedoelen vooral dat het gaat helpen om in het veld gewoon afspraken te maken. Ja. Kijk, daarmee raakt het nog niet aan een specifieke declaratie voor een individuele patiënt. Nee. Want dit model, daar hebben we niet allerlei beperkingen in gezet, zeg maar. We hebben niet gezegd, bij die patiënt mag je zoveel consulten of bij die patiënt zoveel consulten. Maar het zou wel kunnen dat op termijn, als we dit met elkaar hebben ingezet, dat dan partijen in het veld zeggen, joh, we hebben dat goed bekeken. We hebben hier bijvoorbeeld die laagste klussers en relatief lichte patiënten. Daar spreken we met elkaar deze hoeveelheid zorg vooraf. Ja. En we hopen ook meer dat de EPA-groep, de zware patiëntengroep, dat die hierdoor beter zichtbaar wordt. Daar kunnen we ook andersoortige afspraken over maken. Ja. Dus een passende vergoeding uiteindelijk. Dus de afrekening gaat via die eenvoudige prestaties, de zorgprestaties. Maar je hoopt dat er goede vergoedingsafspraken ontstaan in het veld tussen verzekeraars namelijk. Oké, helder. Eén vraag en dan geef ik het woord aan Vincent. Mark zegt namelijk direct, maar waarom moeten behandelaren dan nog verplicht de DSM-typering invoeren naast de zorgvraagtypering? Dat is niet echt een reductie van administratieve last, maar een verdubbeling. Toch? Ja. Dat is een vraag of een standpunt, maar het is een goede vraag. Ja, dat is een heel, heel goed punt. En kijk, weet je, de DSM is natuurlijk een internationale diagnose kwalificatie. Dat gaat vooral over de inhoud van zorg. Dat is iets wat wij ook niet beheren vanuit de bekostiging natuurlijk. Dat is iets wat er is en wat in de praktijk helpt, in de behandelpraktijk, om een patiënt een goede diagnose te geven. Die behandelpraktijk zal niet zoveel veranderen qua dat je ook een diagnose moet kunnen stellen. Wat wij wel met elkaar hebben afgesproken, en dat zal misschien ook een beetje de achtergrond van de vraag zijn, als dit model is doorontwikkeld, dus we hopen dat dat na 2 jaar voldoende is uitontwikkeld, dan willen we vanuit de bekostiging ook afscheid gaan nemen. Echt afscheid genomen, ook van het vermelden van de DSM-hoofdgroep, om het wat te noemen. Kijk, nu wordt nog ook de hoofdgroep van de DSM, dat is een bepaalde hoofdstukindeling, de hoofdgroep wordt nog vermeld op de factuur. Maar als dit model een stap verder is, dan hopen we eigenlijk dat we daar gewoon afscheid van kunnen nemen. En dat zorgvraagtypering dus de basis wordt ook voor dat soort afspraken. Ja. Datzelfde geldt overigens voor de basis. De vraag gaat over verdubbeling, meer administratieve lasten. Men doet nu al in ieder geval een DSM-model, dat leg je uit. Maar de Honos Plus, waar we het vandaag over gaan hebben, die komt er wel bij. Even qua vastlegging komt dat er nu bij inderdaad, dat klopt. En daar willen we ook niet omheen draaien. We hopen wel dat uiteindelijk zorgvraagtypering in de praktijk ook die behandelaar meer gaat helpen. Dus het is nu straks in het nieuwe model heb je de DSM en zorgvraagtypering. Oké, laten we eerst maar eens even verder de diepte induiken. Zodat u nog meer informatie heeft voor de goede vragen. Zo'n vraag aan Mark. Hou hem kort, zeg een woord of 10 en een vraagteken. Dan komen ze zeker bij mij op de iPad. Vincent, hoe werkt zorgvraagtypering in de GGZ? Ik geef jou heel graag de vloer met een aantal slides ook. Dankjewel.
Ik ga dus iets meer vertellen over hoe de zorgvraagtypering in de GGZ werkt. In de SZ hebben we een ander systeem, daar wordt het straks wat meer over verteld. Wat ik ga doen, ik ga echt eventjes de hoofdlijn met jullie doornemen en de verschillende processtappen die er lopen worden om tot zo'n typering te komen. Dat betekent, ik ben geen behandelaar, hè, dus van de zorginhoud weet ik niet zoveel. Dat laat ik graag aan iemand anders. En verderop in het webinar komt Alexandra nog aan het woord en die zal meer over de inhoud van de HONOS en de typeringen zelf vertellen. Dus ik houd bij de verschillende processtappen en ik zal het vertellen over hoe die, of welke afspraken we hebben gemaakt over de zorgvraagtypering en hoe die ook zijn geland in de NZA-regelgeving. Ik ga even kijken of mijn klikkertje werkt. Dat is niet zo. Ik doe het even zo. Nou, het proces van zorgvraagtypering begint eigenlijk op het moment dat de patiënt en de behandelaar met elkaar in contact treden. En dan zal het in eerste instantie gaan over de zorgvraag van de patiënt. En de patiënt zal vertellen wat er met hem aan de hand is en de behandelaar zal daar op verdiepende vragen stellen en zal uit proberen te vinden wat daar achter zit. En er zal ook diagnose plaatsvinden. Nou, al die informatie wordt verzameld over de historie van de patiënt. De diagnose wordt vastgelegd in het dossier. En in deze fase van diagnostiek en verduidelijking van de zorgvraag, daarin vindt ook de zorgvraagtypering plaats. Dat betekent ook dat gedurende de diagnostiekfase, het declareren van diagnostiekconsulten, de zorgvraagtypering ook niet geregistreerd hoeft te worden. Dat start pas bij het moment dat er behandeld gaat worden en wanneer de behandelconsulten gedeclareerd zullen gaan worden. Dus gedurende deze diagnostiekfase komt die zorgvraagtypering tot stand. Nou, de voorbereiding van die typering begint met het invullen van de HONOS Plus vragenlijst. En we proberen dat zo in te richten dat het in de EPD's wordt ingebouwd en dat het voor de behandelaar dus heel makkelijk is om dat vanuit het EPD te doen. En dat het ook heel makkelijk is om de registratie die moet plaatsvinden, hè, die zorgvraagtypering, die komt uiteindelijk op de factuur terecht om dat helemaal geautomatiseerd te gaan laten verlopen. Nou, bij het invullen van die HONOS Plus vragenlijst heeft de behandelaar de keuze om de volledige route en de dynamische route te volgen. Ik ga straks die twee routes wat verder uitwerken. De antwoorden van de HONOS-vragen worden aangeboden aan het typeringsinstrument. En die verwerkt eigenlijk die antwoorden op die HONOS-vragen automatisch. En uiteindelijk leidt dat tot een voorgesteld zorgvraagtype. Uiteindelijk gaat de patiënt en de behandelaar gaan verder met het uitwerken van het behandelplan. De behandelaar neemt dat zorgvraagtype tot zich. Ja, aan die verschillende zorgvraagtypes zijn ook inhoudelijke omschrijvingen verbonden. Dus de behandelaar kijkt of die omschrijving van het voorgestelde type past bij de patiënt. En kan uiteindelijk op basis van alle informatie die is verzameld een zorgvraagtype kiezen. En dat mag dus afwijken van het voorgestelde zorgvraagtype. Is wel goed als dat gemotiveerd gebeurt. Maar de behandelaar heeft altijd de beste en de meest goede blik op wat er met de patiënt aan de hand is. En kan op basis van de handleiding die zal worden opgesteld kijken van welk zorgvraagtype nou het beste is. Nou, dat zorgvraagtype wordt geregistreerd en dat is ook het enige informatieelement dat op de factuur naar de verzekeraar wordt gezet. De andere informatieelementen moeten wel worden geregistreerd, maar die komen dus niet op de factuur naar de verzekeraar. Uiteindelijk gaat wanneer de zorgvraag is getypeerd, gaan de behandelaar en de patiënt die stellen een behandelplan samen en de behandeling kan dan gaan starten. Dan zal het tijdens de behandeling ook wel eens plaatsvinden dat er een evaluatie wordt uitgevoerd. En het kan natuurlijk ook zijn dat die zorgvraag die initieel is vastgelegd op een gegeven moment niet meer actueel is. Een patiënt kan misschien een hele acute zorgvraag binnenkomen. Na verloop van tijd kan die zorgvraag meer stabiel worden. En dan sluit de vastgelegde typering ook niet meer aan op de initiële typering. En wat we hebben afgesproken is dat op logische momenten in het behandelproces de typering van de patiënt opnieuw kan worden gedaan. Dus er kan een hertypering plaatsvinden. Nou, we hebben daar niet hele exacte specifieke regeltjes voor opgesteld. En we zeggen van oké, het moet op logische momenten zijn waarin het past in de behandeling. Om die typering zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behandelpraktijk. Wat we wel hebben gedaan is dat we een aantal tijdsperiodes als een soort van richtinggevende tijdsperiodes hebben weergegeven. Waarnaar je kan kijken als behandelaar van wanneer een hertypering misschien aan de orde is. En het zou betekenen dat bijvoorbeeld voor wat lichtere zorgvraagtypes een wat sneller hergetypeerd zou kunnen worden. Omdat je verwacht dat op bepaalde momenten ook opnieuw gekeken kan worden. Of de behandeling kan worden beëindigd of op een andere manier kan worden voortgezet. En de meer zwaardere of de chronische zorgvragen, die hoeven minder frequent te worden hergetypeerd. Omdat die wat minder veranderlijk zijn over de tijd. Eventjes terug naar die verschillende routes. Die volledige route en die dynamische route. Dat is een beetje ingewikkeld. Ik zal het
proberen uit te leggen. Nou, de volledige route is eigenlijk het eenvoudigste. Daarin worden gewoon de 18 vragen van de Honos Plus vragenlijst van boven naar onder ingevuld. Die worden aangeboden aan het typeringsinstrument. En het typeringsinstrument zal een meest waarschijnlijk zorgvraagtype voorstellen. Maar wat dat typeringsinstrument ook doet, is dat het verschillende zorgvraagtypes laat zien met ieder een soort van kans wat het meest waarschijnlijk is. Dus het meest waarschijnlijke wordt als grootste kans aangeboden, maar daarnaast zullen nog een aantal andere zorgvraagtypes worden aangeboden. Dus dan geeft de behandelaar iets meer gevoel bij de verschillende mogelijkheden en geeft de behandelaar iets meer instrumenten om uiteindelijk het juiste cluster te bepalen. Nou, wat dan ook een mogelijkheid is, dat behandelaren de dynamische route volgen. En de dynamische route is eigenlijk een verkorte manier om die HONOS-vragenlijst in te vullen. Zodanig dat niet met het invullen van alle vragen, maar toch een zorgvraagtype kan worden geadviseerd. En wat er gebeurt is, vaak beginnen behandelaren met het invullen van vraag 6. En afhankelijk van het antwoord op die vraag wordt het meest onderscheidende vervolgvraag gesteld. Dus bij vraag 6, als een antwoord mogelijkheid 4 is, kan bijvoorbeeld vraag 8 worden gesteld. Afhankelijk van het antwoord wordt vraag 3 gesteld. En zodoende kan je bijvoorbeeld bij het beantwoorden van 4 of 5 vragen al tot het meest waarschijnlijke zorgvraagtype komen. En we hebben dat dus zo gemaakt dat die beide routes uiteindelijk tot hetzelfde geadviseerde zorgvraagtype leiden. Het is bij die dynamische route niet zo dat er ook nog andere mogelijke waarschijnlijke zorgvraagtypes worden weergegeven. Dus daar geeft iets minder houvast voor behandelaar om het juiste zorgvraagtype te kiezen. Maar we hebben het natuurlijk gedaan om de uitvoeringslasten van dit typeringsmodel zo laag mogelijk te maken. En helemaal voor behandelaar waarbij dit niet gebruikelijk is, het invullen van de Honos Plus vragenlijst, kan een behoefte zijn om dat op zo'n efficiënt mogelijke manier te doen. En dan is die dynamische route een hele mooie manier om dat te doen. Als de keuze voor de volledige of dynamische route ligt bij de behandelaar, wel vragen we de behandelaar om vast te leggen welke route is gebruikt. En wat we belangrijk vinden is dat we zorgen dat die beide routes wel tot eenzelfde typering leidt. En we hebben dit ontwikkeld op basis van historische data. Maar we willen uiteindelijk ook in de praktijk gaan toetsen of die verschillende routes ook altijd tot dezelfde typering leidt. En daarom hebben we afgesproken dat er ook een steekproef moet gaan gelden voor behandelaren die dynamische route gaan doorlopen. En dat betekent dat 5% van alle typeringen uiteindelijk ook de volledige HONOS moet worden ingevuld. Ja, dan kunnen we heel goed in de gaten houden of die routes inderdaad in de pas gaan lopen. Mocht blijken dat dat snel zo is, dan kunnen we ook die steekproefomvang wat terug gaan brengen. Maar in eerste instantie vind ik het wel echt belangrijk om te zorgen dat die typeringen tot eenzelfde resultaat leiden. Wat we al een beetje hebben gezegd, de typeringinstrumenten worden ingebouwd in de EPD's. Het is best wel complex met die dynamische route en de volledige route. We proberen dat ingewikkelde zoveel mogelijk onder de motorkap van de EPD's in te bouwen. We stemmen daar ook heel nauwgezet af met de bouwers. En we hopen dat het zo intuïtief mogelijk dan kan worden ingezet. Wat we als NZA gaan doen, is we gaan proberen de typeringsinstrumenten online te zetten op een website, zodat behandelaren er alvast mee kunnen oefenen in de aanloop naar de invoering van het model. En uiteindelijk is het zo dat die verdere ontwikkeling zal ook plaats gaan vinden op basis waarvan de data die we gaan verzamelen. Het programma zal een handleiding ontwikkelen met waarin we de omschrijvingen van die zorgvraagtypes staan, waarin de richtinggevende termijnen staan voor behandelaren om ook die typering goed te kunnen uitoefenen. Hoe gaan we nou om met die typering vanaf 1 januari? Wat we hebben gezegd is, we gaan niet alle patiënten die al in behandeling zijn, moeten niet op 1 januari getypeerd worden. Het zal veel te zwaar zijn, veel te ingewikkeld. Het zal echt een uitvoeringslastenpiek met zich meebrengen. Dus we hebben gezegd, aan alle patiënten die zich na 1 januari aandienen, daar zal die typering voor meteen gaan gelden. En alle bestaande patiënten vanaf 1 januari, die zullen gewoon meelopen in het reguliere proces van op evaluatiemoment in de behandeling zal er dan een hertypering plaatsvinden. Wel zodanig dat aan het eind van 2022 alle patiënten getypeerd zijn, zodat in 2023 alle patiënten een typering hebben. Nou, als programma gaan we dan de doorontwikkeling van het model oppakken. Cornelis-Jan heeft zojuist al toegelicht, het model is in pilots ontwikkeld. Maar het is nu nog wel geënt op de Engelse situatie. Dus op basis van de data die we gaan verzamelen, gaan we proberen dat model zoveel mogelijk op de Nederlandse situatie in te richten. En we gaan kijken of we het model verder kunnen verbeteren. En dat doen we eigenlijk langs twee assen. Enerzijds gaan we proberen om de inhoudelijke kwaliteit van het model te verbeteren. Bijvoorbeeld door het typeringsinstrument aan te passen, zodanig dat het veel beter nog een zorgvraagtype kan adviseren.
Wat we ook gaan doen is kijken of we bepaalde zorgvraagtypes nog kunnen uitbreiden. Hè, door bijvoorbeeld subzorgvraagtypes in te stellen. Dat gaan we niet doen door extra informatie te vragen van behandelaren. Maar door informatie die toch al in de dossiers vastgelegd en over de declaratiestroom meegaat. Te betrekken in de zorgvraagtypering. Zodat met name die zwaardere patiëntgroep het beste kan worden herkend. Want we vinden het belangrijk dat juist voor die groep uiteindelijk passende vergoedingsafspraken kunnen worden gemaakt. De andere lijn waarop de doorontwikkeling wordt ingezet is dat we proberen de administratieve lasten of de uitvoeringslasten van het model nog verder terug te brengen. Bijvoorbeeld door te kijken of bestaande informatie die al in het dossier wordt vastgelegd kan worden betrokken. En dat daar bijvoorbeeld ook minder vragen hoeven te worden ingevuld. Of door te kijken of andere vragenlijsten die in het veld worden gebruikt kunnen worden geplot en kunnen worden aangesloten op dit typeringssysteem. Zodanig dat die twee verschillende vragenlijsten hoeven te worden ingevuld. Dus dat zijn een beetje de punten die we de komende tijd kunnen gaan verwachten. En ik geloof dat dit mijn laatste slide was. Terug naar jou. Ja, zo is het. Dankjewel voor deze presentatie. Daar komen natuurlijk ook vragen over binnen. Die ga ik direct voorleggen. Ik zag 21 zorgvraagtypen. Want de mensen die het helemaal niet kennen, is dat nog even nieuws? Want dat hebben we nog niet zo scherp gepresenteerd. Dat klopt. Het leidt uiteindelijk tot 21 zorgvraagtypen. Ja, waarvan zorgvraagtype 9 niet bestaat. Dus dat is ook een beetje een rariteit. Het zijn er dus 20. Ja, het zijn er 20. 1 tot en met 21, min nummer 9. Ja, want namens iedereen die zich in Nederland druk maakt over uitvoeringspraktijk, laten we wel weten, het kabinet is erover gevallen, en pijnlijk ook, laten we het simpel houden, Vincent. Dus niet te veel subtypes en zo? Nee, die subtypes, dat is nu niet aan de orde nu. Dat gaan we echt onderzoeken. En als dat gaat gebeuren, dan gaan we echt zorgen dat dat geautomatiseerd gaat. Dus dat behandelaar daar helemaal geen omkijken naar hebben. Het gaat dan om informatie die al in het dossier zit. Bijvoorbeeld of een patiënt een WVG-GZ-aantekening heeft. Of in de recente historie klinisch is opgenomen. Nou, dat is informatie als dat in het dossier zit. En het kan geautomatiseerd worden betrokken bij de zorgvraagtypering. Ja, dan heeft niemand daar omkijken naar. Maar kan het wel de kwaliteit van het typeringsinstrument verbeteren. En dat is uiteindelijk wel waarom we het dan doen. Hè? Dat we met name die zwaardere patiënten goed kunnen herkennen. Dat we daar passende afspraken een veel beter beeld van krijgen dan dat we nu hebben. Ja, het huidige typeringsmodel is al best wel goed. En ook veel beter dan het model wat we nu gebruiken. Dus de hoofdgroepdiagnose. Maar we gaan natuurlijk kijken of we dat nog beter kunnen maken. Want hoe beter we dat doen, hoe beter we daar ook afspraken kunnen gaan maken straks in de praktijk. Ja, Carolien zegt, wat mag een zorgverzekeraar eisen aan juiste en tijdige zorgvraagtypering op de facturen van 2022? Als het gaat om nieuwe patiënten is het zo dat die moeten eigenlijk meteen worden getypeerd. Dus dat betekent dat na de diagnostiekfase, op het moment dat behandeld gaat worden, dan moet er een typering op de factuur worden gezet. Voor bestaande patiënten geldt dat niet. Dus alle patiënten die per 21 al in behandeling waren, is dat lopende het jaar op logische momenten in het behandelproces. Maar eisen in juiste en tijdige, als je een factuur stuurt voor een nieuwe patiënt vanaf 1 januari... moet de zorgvraagtype er gewoon op? Ja, op het moment dat er behandeld gaat worden. Ja en dat is voor de verzekeraar herkenbaar. De verzekeraar die herkent zeg maar of iets een bestaande patiënt is of iets een nieuwe patiënt is in per 2022. En op basis daarvan weet hij ook dat bij bestaande patiënten die verplichting, die typering er dan niet direct op staat. Ja. Oké, de vraag van Cor is interessant als het gaat over de relatie met het zorgprestatiemodel, zoals dat nu nieuw in elkaar zit. Welk zorgvraagtype komt op de declaratie? De eerste of de eventuele gewijzigde? De gewijzigde komt op de declaratie. Dus uiteindelijk degene die gekozen is door de behandelaar, dat is het zorgvraagtype dat op de factuur komt te staan. We vragen wel om beide vast te leggen. En als NZA's hebben we ook. Het kan toch ook zijn dat iemand begint met een behandeling, dat die behandeling een paar maanden duurt, zorgvraagtype 6. En op een gegeven moment wordt het zorgvraagtype 13, omdat er iets verandert in het leven van die patiënt. Maar die declaraties van de eerste 4 maanden, die hebben we al gestuurd. Want dat is nou juist het hele idee van het zorgprestatiemodel. Dat is ook dat we niet pas gaan factureren aan het einde van het sluiten van een DBC. Maar dat is ook helemaal DBC. Goed. Wat Vincent zegt, dat is ook helemaal goed. Want je typeert, het is een momentopname, dat liet je in het begin ook zien. Het is op dat moment. En als je dan op een x-moment in de tijd nogmaals gaat typeren, dan kan er een andere typering uitkomen. Ja. Maar dan vermeldt hij dat vanaf dat moment. Ja, maar dus dat op de eerste set facturen stond de ene typering, meest recente op dat moment. Ja. Ga je naar een nieuwe typering, zet je dat daarna op de factuur. Het is ook heel logisch dat zo'n zorgvraagtype ook wijzigt gedurende de tijd. Hè? Want je kan bijvoorbeeld op een hele acute manier binnenkomen. En na verloop van tijd dan stabiliseert zich dat en dan past er een ander zorgvraagtype. Maar het grappige is dat in de vraag zit ook een beetje dat in het oude denken we pas konden factureren als we een behandeling afsloten. Ja. Ja. En dat kon soms pas na 1,5 jaar. Maar dat is voor de mensen die dat hebben gemist, kijk die webinars terug. Dat is natuurlijk een van de kernen van het zorgprestatiemodel, dat we daar vanaf zijn. Ja, precies. En dit is dus echt een informatie-element wat zeg maar een behandelaar
invult naar eer en geweten wat op dat moment het beste is. Ja. Maar het is dus niet zo dat de behandelaar daardoor wel of niet een terechte factuur stuurt. Nee, die facturen zijn terecht, dat gaan gewoon consult. Dit is informatie wat meegaat. En als een zorgvraagtype na verloop van tijd verandert, dan geef je op een x moment een nieuw type mee en dat is prima. Maar voor je dataverzameling is het dan belangrijk dat de ouder er ook even bij wordt gezet. Ja, dus de NZA gaat van aanbieders wel informatie uitvragen en dan gaan we natuurlijk onderzoeken hoe vaak er is afgeweken en hoe dat komt. En misschien kunnen we dan het systeem ook verbeteren, dat er minder vaak hoeft te worden afgeweken. Ik hoop dat dat een antwoord op je vraag is, Cor. Laatste vraag, en dan gaan we even naar de FZ. Kevin zegt, de steekproef van 5% werd zojuist erg snel aangestipt. Kan dit nogmaals worden toegelicht wat dit betekent voor zorgaanbieders, regiobehandelaren? Wordt er een steekproef op regiebehandelaren uitgevoerd die vaak voor de dynamische route kiezen? Ja, dat zou zijn. Als je als aanbieder kiest om eigenlijk die dynamische route altijd te gebruiken, dan zal het EPD, want we proberen dit in te bouwen in het EPD, op een gegeven moment gaan zeggen, hè, bij de 20e typering van, gaat er een lampje branden, wilt u eventjes de hele honingsvraag gaan invullen en dat wordt dan opgeslagen en verstuurd. Maar dat is de Albert Heijn die als ik met mijn bonuskaart kom af en toe toch zegt, ah wacht eens even, ik zie dat het steeds goed gaat, maar ik ga u toch weer even controleren. Ja, maar dat is niet voor de controle, dat is voor ons om te onderzoeken of die twee routes op elkaar blijven aansluiten. Want dat zijn natuurlijk twee routes, maar we moeten wel tot dezelfde typering leiden, want anders dan zijn het appels en peren. En we hebben dit wel op basis van historische data getoetst, maar nooit in de praktijk. En om zeker te zijn dat die op elkaar blijven aansluiten, willen we dus gaan toetsen. Dus niet om aanbieders te controleren, maar alleen om te toetsen of die twee routes op elkaar blijven aansluiten. En als we hebben kunnen bevestigen dat dat zo is, en dan kunnen we ook die steekproefomvang terugbrengen. En dan hoeven we misschien veel minder data uit te vragen. Ja, daar reageer, in de gaten te houden. Reageer je direct op, want controleren suggereert iets met goed en fout. Ja, daar gaat misschien ook helemaal niet over. Misschien wat de term steekproef in zich heeft. Ja. Dus ik zit aan te denken, van misschien is dat niet helemaal de juiste term. De steekproef suggereert een onderzoekscontrole. Ja, het is een onderzoekscontrole. Ja. Een aanbieder kiest standaard voor de dynamische route en gaat eigenlijk best lekker daarmee. Ja. Want de reden dat jullie de dynamische route aanbieden is tijd. Ja, als je normaal de honingsvraag is 18 vragen. Nou, misschien kan je met de dynamische route binnen 5 of 6 vragen al tot een voorgesteld zorgvraagtype komen. En wat is dan de gemiddelde tijd die, moet ik straks aan de aanbieders vragen, dat ze denken dat ze bezig zijn met 18 vragen of met 6 vragen? Ja, dat is een goede vraag, denk ik, voor de behandelaren. Ja. Vraag hem aan Alexandra. Ja, gaan we aan Alexandra. Alexandra, die vraag komt zo op je af. Goed, geen vragen meer voor jou. Wellicht straks nog weer een paar. Dankjewel voor nu. Wij gaan naar Evelien Klein-Haneveld. Want we moeten het uitgebreid hebben over de FZ, de forensische zorg. Want ook daar is er natuurlijk een zorgvraagtypering. En Evelien Klein-Haneveld is op afstand bij ons vanaf kantoor. Klinisch psycholoog en psychotherapeut. En directeur behandelzaken in de Oostvaarderskliniek in Almere. Evelien, een welgemeend goedemorgen. Ik zeg het nogmaals, Evelien, welgemeend goedemorgen. Oh. Ja, daar ben je fantastisch. We zijn zo blij dat je bij ons bent. Jij zegt, laat mij nou eventjes dat idee van de zorgvraagtypering voor de FZ uitleggen aan alle kijkers die daarbij betrokken zijn. De slide staat al voor, dus ik zou zeggen, steek van wal. Dan heb ik straks ook nog wel een paar vragen voor je. Kun je me nu wel horen, Maarten? Kan iedereen me horen? Hartstikke goed. Steek van wal. Oké. We zijn met de FZ aan de slag gegaan om een andere vorm van zorgvraagtypering te maken. En waarom is dat? Dat is omdat de FZ een fundamenteel andere opdracht heeft. Bij ons komt de cliënt doorgaans niet op eigen initiatief. En ons primaire doel is het verlagen van het recidieverisico. Gepaste doelmatige zorg in de FZ betekent dus iets anders dan in de reguliere GGZ. Nou, we weten vanuit wetenschappelijk onderzoek inmiddels dat hoe hoger het risico wordt ingeschat, hoe intensiever de behandeling moet zijn. En daar ligt dan ook de link met de zorgvraagtypering. Het behandelen van risicovol gedrag is wat gepaste forensische zorg typeert. Ons belangrijkste instrument voor de zorgvraagtypering is dus de risicotaxatie. We hebben de afgelopen 15, 20 jaar... De risicotaxatie in Nederland helemaal ingebed in de forensische zorg. Er zijn vele instrumenten ontwikkeld. Zowel specifieke instrumenten voor bepaalde delicttypen als instrumenten voor bepaalde situaties, bijvoorbeeld de polyklinische situatie. We willen ons eigenlijk niet vastleggen op één instrument dat voor de hele sector moet worden gebruikt. Want we denken dat daarbij belangrijke informatie verloren gaat. In plaats daarvan gaan we ons vastleggen op uitkomstcategorieën die voor elk instrument hetzelfde betekenen.
Dus dat betekent als je als cliënt uitkomt in de categorie hoog risico, dat is niveau 5, dat betekent hetzelfde percentage aan recidieve risico, ongeacht welk delict jij voor in de forensische zorg zit. Dus dat is de achterliggende gedachte. Dus we gaan werken met de risicotaxatie zoals al bekend is in de forensische zorg. Met die 5 uitkomstcategorieën. Laag, laag, gemiddeld, gemiddeld, gemiddeld hoog en hoog. Maar met alleen risicotaxatie zijn we er eigenlijk nog niet. Want een hoog risico op winkeldiefstal is iets fundamenteel anders dan een hoog risico op verkrachting. Een intensieve TBS-maatregel die eigenlijk bij een hoog risico hoort, is iets wat je nooit zou inzetten voor winkeldiefstal. Dus de ernst van het delictpatroon is eigenlijk iets wat wij ook moeten meenemen om onze forensische zorg te typeren. Dat staat bij B. Dat is een verzwarende of een verlichtende factor. Dat betekent als iemand een heel ernstig delictpatroon heeft, dat hij een extra punt krijgt bovenop de punten 1 tot en met 5 die vanuit de risicotaxatie komen. Maar als het een relatief licht delictpatroon blijkt te zijn, dan kan die omlaag. Iets vergelijkbaars geldt voor C. Bij C zie je nog een derde lijn in de tabel. Die gaat over de responsiviteit. Responsiviteit is een begrip uit de forensische zorg, wat eigenlijk gaat over hoe behandelbaar is een patiënt of een cliënt bij ons in de forensische zorg. We hebben soms hele complexe cliënten met allerlei problematiek die eigenlijk helemaal niet delictgerelateerd is, maar die er wel voor zorgt dat de behandeling gewoon veel moeizamer verloopt. In dat geval moet er eigenlijk zwaardere zorg worden ingezet om te zorgen dat die patiënt toch werkt aan het recidieve risico. In dat geval spreken we van een hoog of exceptioneel responsiviteitsniveau. Dat kan dus de uitkomst van de risicotaxatie met nog een extra punt verhogen. Dat betekent dat uiteindelijk in de FZ, als je de zorgvraagtypering hebt ingevuld, dat er een cijfertje uitkomt van 0 tot 7. 0 als je laag recidieve risico hebt, geen zwaar delictpatroon en ook geen ingewikkelde complexe problematiek. En 7 als er sprake is van een hoog recidieve risico bij iemand met een ernstige delicten en die ook complexe problematiek heeft. En alles ertussenin. Dit is bedacht op basis van wat we tot nu toe vanuit wetenschappelijk onderzoek weten over wat werkt in de forensische zorg. Dus we gaan eigen, en het is natuurlijk toch een nieuw model uiteindelijk. Dus ook voor ons geldt, net als voor de reguliere GGZ, dat we de komende jaren nog aan de hand van de data die we verzamelen, het model zullen toetsen en eventueel verder zullen ontwikkelen. Wat is er nu al gaande? De belangrijkste risicotaxatie-instrumenten moeten worden geëikt op dat systeem van die 5 uitkomstniveaus. Op dit moment is onder leiding van Vivienne de Vogel, een onderzoeker in de forensische zorg, is dat gaande. We zoeken er naar een manier waarop we dat zodanig in het EPD kunnen inbouwen, dat behandelaren in de FZ, als ze de risicotaxatie invullen, wat ze eigenlijk altijd doen, dat dat automatisch verwerkt wordt in de zorgvraagtypering. Dus dat is waar we naartoe werken. We hopen dat dat voor 1 januari voor de belangrijkste risicotaxatie-instrumenten in de forensische zorg al het geval is. Maar waarschijnlijk zal voor de instrumenten die wat minder vaak gebruikt worden, hebben we langere ontwikkeltijd nodig. Tweede is dat delictpatroon. We willen dat eigenlijk ook gestructureerd meten met een kort instrument, wat op dit moment ook ontwikkeld wordt, onder leiding van Wieneke Smit, een andere onderzoeker in de forensische zorg. Dat betekent dat je als behandelaar naar het totale strafblad kijkt en op basis daarvan een inschatting gestructureerd maakt of het een laag, gemiddeld of hoog
delict ernstig delictpatroon is. Voor de responsiviteit geldt dat daar zoveel factoren een rol in spelen dat we wat langer de tijd nodig hebben om dat daar een instrument voor te ontwikkelen. Dus dat is iets wat vanaf 1 januari op basis van het klinisch oordeel moet worden ingeschat als ja of nee. Ja, het is exceptioneel en hoog. Nee, het is eigenlijk een redelijk normale forensische cliënt, als je dat zo kan zeggen. Ja, ik denk dat ik daarmee de hele dia besproken heb en dat ik opensta voor vragen. Ja, dankjewel voor je heldere presentatie. Nou, die vragen komen zeker binnen, Evelien. Maar wat ik ervan begrijp is de zorgvraagtypering is gebaseerd op een ander model wat ook in Engeland verder doorontwikkeld is. Wat in Nederland is gepilot, wat we nu zorgvraagtypering hebben genoemd met de HONOS Plus vragenlijst. Dit hebben we compleet voor het zorgprestatiemodel eigenlijk in Nederland nieuw ontwikkeld? Ja, klopt. Het model zoals we nu in de FZ voorstellen om te gaan gebruiken is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wat in de forensische zorg ook internationaal wel is onderzocht. Dus er zit een duidelijke basis van wetenschappelijke evidentie onder. Maar zoals wij het nu willen gaan toepassen, dat is eigenlijk inderdaad wel een vernieuwing. Okay. Ik denk dat het buitenland ook wel met ons zal meekijken hoe dit werkt. Ja, vernieuwing lijkt me een gezond iets als we ons baseren op de wetenschap. Dus dat is prachtig. Dan, kijkend naar de inhoud van het model, de HONOS Plus vragenlijst, leidt uiteindelijk ook tot een, laten we zeggen, bepaalde psychische, psychotherapeutische aspecten van de patiënt. Hoe gaat het met je patiënt? Wat voor type behandeling heeft hij nodig? Dit is heel erg risicogestuurd. Het is toch wel een groot verschil. Want er zit eigenlijk niet in wat nou de psychische klachten zijn van jullie patiënten. Het is volledig risicogestuurd. Ja, dat klopt. Wij gaan in de forensische zorg overigens wel de DSM-diagnose ook gebruiken. Dat doen we natuurlijk altijd al. Veel behandelrichtlijnen zijn natuurlijk ook gewoon gebaseerd op de DSM-diagnose. Dus dat is een normale praktijk. Maar we weten opnieuw uit wetenschappelijk onderzoek dat stoornissen eigenlijk geen relatie hebben tot het recidieve risico. Dus het behandelen van stoornissen zorgen ook niet voor verlaging van het recidieve risico. Daarvoor moeten we eigenlijk veel preciezer kijken. Het zijn sommige symptomen, zoals een symptoom als impulsiviteit. Dat is wel gerelateerd aan het risico op terugval in strafbaar gedrag. Maar dat kan voortkomen uit de borderline persoonlijkheidsstoornis of uit ADHD of uit Stoornissen meenemen in een model als dit, is weten we dus vanuit dat onderzoek, is niet zo logisch. Is niet voorspellend. Nee, zo. En die impulsiviteit, dat leidt dan uiteindelijk tot winkeldiefstal. Ja. Dat is vaak een factor bij winkeldiefstal, inderdaad. God jongens, ik leer op deze maandagochtend. Ja, één van de factoren. Ja. Roel vraagt, weten we zeker dat het een punt ernst even zwaar op de zorg weegt als het punt recidive of responsiviteit? En dat is een vraag, omdat je op basis van die twee met min 1 en plus 1 werkt. En dat betekent dus dat ook ernst met dezelfde verhouding plus 1 en min 1 zou moeten zijn in je niveau 1 tot en met 5. Dat is eigenlijk de achtergrond van Roel's vraag. Ja. Dat zijn dingen die eigenlijk ook wel moeten blijken. Onze gedachtegang is die 1 tot en met 5, dat is de basis. Als het gaat om een niet zo ernstig delictpatroon, dan kan de score ietsje omlaag. Omdat hoe hoger de score, hoe intensiever de zorg moet zijn. En iemand die een score hoog heeft op winkeldiefstal, die willen we echt niet zien in de TBS, want dat is gewoon niet ernstig genoeg. TBS is voor agressief gedrag. Dus vandaar dat we iets moesten verzinnen om toch te verrekenen de ernst van het delict. We zullen moeten zien of dat voldoende goed werkt. Maar we hopen dat we op deze manier nemen we het in ieder geval mee. Ja, want dat is het vertrekpunt, hè? De ernst van het delict. Wat je zei, winkeldiefstal, verkrachting. En dan kom je op 1 of op 5 uit. Ja, nou ja, of je, kijk, bij winkeldiefstal kan je ook op 5 uitkomen.
Maar het uitgangspunt van ons model is dat als je in niveau 5, 6 of 7 zit, dat je dan intensieve forensische zorg nodig hebt. Dus dat betekent eigenlijk klinische zorg. Ja. Ondertussen is winkeldiefstal natuurlijk een akelig delict, maar niet een delict wat zo ernstig is dat het... dat we mensen daarvoor gedwongen zouden moeten opnemen. Dus daarom moet zo'n score 5 dan eigenlijk omlaag voor mensen die een winkeldiefstal hebben. Of is er nog een verschil, misschien te detailistisch, tussen een pak Pampers als bijstandsmoeder jatten of de flessen alcohol? Dat is een detailistisch verschil, denk ik, ja. Ja, ik vond je bij te leren op deze maandagochtend. Ja. Jullie nog aanvullingen op dit verhaal van Evelien, Cornelissian? Nee, ik vind het een heel mooi model sowieso. En ik vind het ook wel heel gaaf wat Evelien zegt, hè, dat het vanuit de sector zelf is ontworpen. Hè, en het is een hele andere insteek, dat klopt, hè, dan in de GGZ. Hè. Hier gaat het over het recidieve risico, dat is het centrale item. En dan ernst van delict en het andere item, dat speelt er ook in een rol. Maar een echte sectorinitiatief en dat moeten we toejuichen. En ik denk ook, en dat is ook wel even goed om hierbij te zeggen, dat wij dat dit sowieso ook een interessant instrument is voor misschien andere vormen van beveiligde zorg. Alleen we hebben op dit moment even de knip gelegd tussen de GGZ doet de typering zoals we die net bespraken, hè, via de Honus Plus. En de forensische zorg doet deze typering. Hè. Dat is de splitsing op dit moment. Wil niet zeggen deze typering in de toekomst voor bepaalde vormen van beveiligde zorg ook interessant kan zijn. Ja. Maar dat is nu nog niet aan de hand. Oké. Tegen onze kijkers zeg ik dat Evelien nog tot 11 uur bij ons is. Dus mocht je nog vragen voor hebben, dan komen ze bij mij op de iPad. Dus Evelien, blijf nog eventjes bij ons hangen. Wellicht dat er nog meer vragen binnenkomen voor jou als het gaat over de FZ. Dan ga ik ondertussen schakelen naar Alexandra Sillen. Zij is vrij gevestigd, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Om de zorgvraagtypering in de GGZ aan de hand van een casus ook uit de doeken te doen. Dus ik ga even kijken of Alexandra ook op afstand vandaag bij ons is. Goedemorgen, Alexandra. En welgemeend goedemorgen. De kijkers zien jou, maar horen jou nog niet. Goedemorgen, Alexandra. Ja, sta jij op mute of sta je hier op mute of thuis op mute? Maar we willen je ook zo graag horen. Het zal vast lukken. Goedemorgen, Alexandra. Ja, ik wil je zo graag horen. Want dan kunnen we ook jouw verhaal met de praktijk. Jongens, is Alexandra bij ons met geluid? Eens even kijken, dan ligt het aan mij? Nee, het ligt zeker niet aan mij. Oké. Alexandra, we gaan even kijken hoe we jouw geluidsproblemen kunnen oplossen. Ga ik ondertussen naar Mark... weet je wat ik doe? Ik ga naar Mark Blom, psychiater, lid van de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep, die als het goed is ook bij ons is, natuurlijk met hoe hij kijkt naar de hele ontwikkeling van het zorgprestatiemodel en de zorgvraag. Typering. Mark, ben je daar? Ja. Kijk eens even. Goedemorgen, Mark. Ik zeg even dat ik naar Mark Blom ga om even met hem door te praten. Dan kom ik daarna terug bij Alexandra. Die impact van zo'n zorgvraagtypering op een grote aanbieder als de Parnassia Groep. Want daar zit je dus in de Raad van Bestuur. Wat voor impact zal dat hebben? Nou, op verschillende manieren. We moeten allereerst natuurlijk mensen duidelijk maken waarom we dit überhaupt doen. Het is al genoemd die kans op benchmark. Hè? Dus dat je met collega-instellingen eigenlijk jezelf vergelijkt en kijkt wat jij aanbiedt voor groepen patiënten. En of dat vergelijkbaar is wat anderen doen. Dat zijn natuurlijk hele interessante dingen. Waar we ook benieuwd naar kijken is ook welk niveau je vervolgens zou kunnen benchmarken. Of je dat tussen instellingen kan doen of tussen, idealiter tussen teams ook. Dus dat je dat systeem ook kunt gebruiken om je lerende netwerken te voeden. Ja, dus je zegt dat is eigenlijk een hoop. Interessant als sectorbreed om, ik ben in gesprek met Mark Blom van de Parnassia Groep. Ik neem aan dat u dat thuis ook ziet bij dit webinar. Het interessant dat je als instelling breed en samen met NZA, dat je kijkt naar de groepen, dat we daarvan gaan leren. Maar jij zegt, ik zou ook binnen onze groep en binnen teams ook dan die vergelijkingen willen zien. Hoe we dan uitkomen op welke zorgvraagtypering.
Ja, want dan hebben behandelaren er natuurlijk echt wat aan. Het zegt behandelaar weinig of je zeg maar, op de groep van op de het grootte van de Panacea groep of wij dat gebruiken voor de inkoop. Ja, dat zal wel, maar dat is toch weer erg ver van bed voor ja. De meeste mensen. Nu heeft Vincent uitgelegd dat we ook kunnen werken met een verkorte Honos Plus lijst. Ja, eigenlijk een slim AI-instrument, zo komt het een beetje op mij over. Is dat fijn dat daar aan gewerkt wordt om zoiets te hebben, om de administratieve last zo laag mogelijk te houden? Ja, waar wij natuurlijk ons heel veel zorgen over maken is, ik heb zelf meegedaan in de pilot. Dan is het per patiënt is dat nog niet eens zo heel veel werk. Maar als je dat als regiebehandelaar moet doen voor tientallen patiënten, dan wordt het opeens wel heel veel werk. En we streven natuurlijk met alle macht aan om die administratieve lasten van onze behandelaars zo laag mogelijk te maken. Dus we zijn heel blij dat de NZA mee is gegaan in het idee van het ontwikkelen van een dynamisch model. En wij denken ook, want door eigenlijk ook een beetje los te laten dat je dan altijd de Honos moet gebruiken, idealiter zou je dus ook andere kennisbronnen kunnen gebruiken om die voorspellingen nog verder te verbeteren. Omdat het is aanmerkelijk beter dan het is bij de DSM. Maar goed, dat is de lat wel heel erg laag leggen. Want de DSM voorspelt echt heel erg weinig, bijna niets. Dus het voorspelt wel beter. Maar wij hopen dat het beter kan doordat je bijvoorbeeld inderdaad wat we zagen in onze datasets, dat bijvoorbeeld of patiënten wel of niet een BOPZ, dus de voorloper van de wetsverplichte GGZ, of ze daar een indicatie voor hebben, dat in belangrijke mate ook de zwaarte voorspelt. Dat is natuurlijk niet zo raar dat je dat vindt. Nee. Maar dat soort gegevens wil je wel graag nemen, omdat met name in de duurdere categorie van patiënten maakt het nogal wat uit. Het zijn factor 2 in kosten die waar je het dan over hebt. En dat is natuurlijk heel erg groot. Ja. En voordat je het weet. Eigenlijk spreek je ook over benchmarken, je spreekt over vergelijken. Paula vraagt direct, gaat die benchmark dan met toestemming van patiënten plaatsvinden? Is dat belangrijk? Zoals altijd is het bij het gebruik van data, zullen wij patiënten moeten vragen om het gebruik van hun data voor welke toepassing dan ook. Ja. Alleen dit gebeurt natuurlijk op instellingniveau. Het gaat natuurlijk ook over geanonimiseerde data waar we het over hebben. Ja. En Marianne vraagt, kan een grotere aanbieder zoals jullie kiezen voor een bepaalde patiëntgroep met een volledige Honos-lijst in te vullen en voor een andere groep niet? En dan moet binnen die andere patiëntgroep alsnog 5% ingevuld worden. Dat klopt dan toch, hè? Dus jullie gaan ook segmenteren in jullie patiëntengroepen. Ja, maar wij gaan als instelling natuurlijk gewoon, wij gaan voor het dynamisch model. Ik zie geen voordelen om de hele Honos in te vullen, eerlijk gezegd. Nee. Hoe gaan jullie de behandelaren hierop voorbereiden? Wij hebben natuurlijk weer allerlei werkgroepen gestart. We beginnen met informatiecampagnes. Daar zullen we mee beginnen, zeg maar in de zomer. En dan gaan we na de zomer en uiterlijk november gaan we dan pas echt mensen trainen. Omdat we hebben gemerkt dat als we mensen heel vroeg trainen, die iedereen alweer vergeten is tegen de tijd dat je het invoert. Dus we gaan heel kort voor de invoering gaan we trainen. En dat geeft natuurlijk ook onze bouwers van de ICT-systemen, ook de tijd hoop ik, om dit allemaal ook klaar te krijgen. Want dat is nog wel een groot punt van zorg. En dat is natuurlijk ook ontzettend veel werk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, blijf bij ons van de Panacea groep. Er zullen vast straks nog wel wat meer vragen binnenkomen. Dan kom ik ook bij jou terug. Het is bijna 11 uur, dus dat betekent dat ik eventjes, zeg ik tegen de regie, terugschakel naar Evelien Klein-Haneveld. Die ons de uitleg heeft gedaan over de FZ en alle nieuwigheid daarin. Je gaat ons zo verlaten, maar toch even vooruitkijken richting 1 januari. Het is ook een heel spannend traject, kan ik me voorstellen, voor de FZ. Om met zo'n nieuw, eigen Nederlands model ontwikkeld dit te gaan doen en dit te gaan bouwen. En dan op 1 januari te starten. Ja, zeker. Zeker. Er moet nog een hoop werk verzet worden, ook voor 1 januari. Dus dat is op dit moment eigenlijk wel het spannende. Het meest spannende. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd of ons model, of dat inderdaad een voorspellende waarde gaat hebben voor de inzet van onze zorg. Ja. Het is natuurlijk in de forensische zorg heel belangrijk dat de hoogrisico mensen, dat daar de meeste aandacht naar uitgaat. En er komt een moment dat we kunnen toetsen of dat inderdaad zo is. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, nou, namens de maatschappij en alle burgers die kiezen voor veiligheid, wens ik jullie daar heel veel succes.
in. Dankjewel. Dankjewel, fijn dat je bij ons was, Evelien Klein-Haneveld. Wij kijken nog hoe wij Alexandra live kunnen krijgen. Dat betekent dat ik eventjes doorschakel naar Femke van der Pol, die ook bij ons is. Zij is zorginkoper bij de GGZ, zorgverzekeraar. CZ, zorginkoper van GGZ Zorg, uiteraard bij zorgverzekeraar CZ. Femke, goedemorgen. Goedemorgen. En welgemeend goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Die zorgvraagtypering, waar dit webinar over gaat, waarom is dat zo belangrijk voor de zorgverzekeraars? Ik denk dat het allerbelangrijkste is voor verzekeraars dat er een soort gezamenlijke taal- of begrippenkader is over welke groepen er zijn in de GGZ, maar vooral ook wat ze nodig hebben. En in het verleden hadden wij natuurlijk als zorgvraag type de DSM-classificatie of de DSM-groepen zelfs. En dat was best wel moeilijk om daar het gesprek over aan te gaan. Van, ja, maar wat hebben die groepen nou nodig? Hè? Een ene depressie is het andere niet. Maar wij zagen, of wij zien nog steeds alleen de depressie op de factuur staan. Dus dat gaat voor ons vooral veel betekenen in het goede gesprek over welke groepen zijn er en wat hebben die nodig. Dus dat betekent dat de aanduiding van die zorgvraagtype, en we zullen straks wat nader de diepte ingaan welke type dat dan zijn, die zijn zo veel specifieker dan de DSM, dat het jullie eigenlijk meer kennis geeft en meer gesprekstof om met de aanbieders in gesprek te gaan. Ja, het zegt veel meer over de zwaarte van de hulpvraag of zorgvraag, omdat het meer kijkt naar wat zijn de problematieken op verschillende levensgebieden. En dat doet de DSM-classificatie natuurlijk niet. Dus dat gaat vooral, denk ik, de meerwaarde zijn. Oké, en dan zegt Muriel direct, een van onze kijkers, gaat dan de zorgvraagtypering uiteindelijk leiden tot een maximale vergoeding per behandeling? En waar komt dan uiteindelijk die koppeling? Als je dus veel meer inzicht hebt in type groepen patiënten, ja, dan komt er ergens toch ook een koppeling met vergoeding. Dat is waar men dan toch naar kijkt. Maar er werd net ook al gezegd, hè, we zitten natuurlijk in een doorontwikkeltraject, waar we ook gaan kijken van, ja, hoe moet je dat nou aan elkaar gaan koppelen? Hoe ga je dat op een goede manier doen aan de in- en verkooptafels? Ik denk dat je bijvoorbeeld wel gaat spreken over bijvoorbeeld bandbreedtes. Nou, bij deze groep of deze zorgvraagtype verwacht je deze type setting of verwacht je deze bandbreedte aan interventies. Ik denk dat het die kant op gaat straks. Ja, maar goed, we gaan eerst 2 jaar leren, want dat is een traject wat pas vanaf 2024 zou gaan lopen, als ik het goed begrijp. Ja, klopt. Ja, want Cornelis-Jan, dat is natuurlijk altijd dan een punt wat boven de markt blijft hangen van het hele zorgprestatiemodel. Je hebt dat in eerdere webinars uitgelegd. Het is geen model wat als doel moet hebben dat we ook naar de kosten kunnen gaan kijken van de GGZ-zorg. Maar dat is natuurlijk wat er vanuit aanbieders toch altijd wordt even scherp naar wordt gekeken als we bijvoorbeeld zoiets uitleggen als dit zorgvraagtyperingsonderdeel. Ja, het zit iets genuanceerder. Kijk, we hebben gezegd in de doelmatigheid dwing je niet af door een bekostiging. Dat is eigenlijk wat we gezegd hebben. Doelmatigheid, hè, dat hadden we bij de oude bekostiging nog wel het idee, hè, dat je als het gemiddeld allemaal wat goedkoper komt bij die DSM, dan had je daar voordeel bij of iets dergelijks. En eigenlijk hebben wij gezegd, nee, dat de filosofie achter dit model is dat we met elkaar bepaalde informatie genereren. En dat die informatie de basis moet zijn voor dat goede gesprek. En dat goede gesprek vindt plaats aan die tafel waar Femke en met de instellingen zit, zeg maar. En dat is wat vooral dit model wil stimuleren. En we hebben wel gezegd, nou, over welke informatie heb je het dan? Welke informatie heb je nodig om dat goede gesprek te voeren? Nou, daar zijn we in ieder geval van geconcludeerd dat de doorsnee van de DSM er eigenlijk onvoldoende geschikt voor is, omdat die weinig zegt over de zwaarte van zorg die nodig is. En juist met het zorgvraagtyperingsmodel hopen we middelen in hand te hebben die wel wat zegt over de zwaarte van de zorg die nodig is voor een groep patiënten. En dan kun je op basis daarvan de afspraak gaan maken. Dus ja, dat is de verwachting die we met elkaar hebben uitgesproken. Ja, en Femke, er komt ook direct een vraag voor jou binnen van Hanne. Die zegt, een zorgvraagtypering verandert als er iets verandert in de situatie van de cliënt. Daar heb ik het net uitgebreid met Vincent over gehad. Als die informatie wordt doorgegeven aan de zorgverzekeraar, hoe is dan de privacy van de cliënt gewaarborgd? Maar ja, we krijgen natuurlijk de zorgvraagtype op de factuur. Ook als die natuurlijk verandert, hè, dat is wat Vincent net ook heeft aangegeven. En daarvan is wel gezegd nu krijgen we ook de diagnosegroep op de factuur wat betreft zorgvraagtype. Privacy-proof is, laat ik het maar even zo zeggen.
Omdat het natuurlijk over groepen gaat. Dus we gaan, het gaat zeg iets over de zorgvraag van de cliënt en in welke groep die valt. Maar niet zozeer over wat die cliënt precies aan hulpvraag of zorgvraag heeft. Ja, dat is altijd een spanningsveld, hè, Vincent? Van we willen meer informatie met elkaar delen. We willen slimmer worden in nou ja, welke behandelingen werken wel voor welke cliënten. Maar tegelijkertijd is er altijd die privacy, zeker als het gaat over GGZ. Ja, laat het duidelijk zijn, dit is privacygevoelige informatie. Dus dit is conform de wet zijn dit bijzondere persoonsgegevens. En daarom is het heel belangrijk, en dat is denk ik wat Femke bedoelt, dat we heel goed hebben gekeken, kan dat in dit kader worden gebruikt? En dat is het geval. De verzekeraars hebben wettelijke taken uit te voeren. En de zorgvraagtypering die hebben zij daarvoor nodig om dat goed te kunnen doen. En dat geldt ook voor de NZA, die heeft ook wettelijke taken uit te voeren. En dat is een doorbrekingsgrond. En op basis daarvan kan je de privacygevoelige gegevens gebruiken. En daar hebben we ook afstemming over met de autoriteit persoonsgegevens. Ja, nu is het hele zorgprestatiemodel een samenwerking tussen al die partijen, hè, hebben we vaak gezegd. Dit aspect dat je dus inderdaad informatie gaat delen die gewoon privacygevoelig is... hoe groot is dat, laten we zeggen, de IT-component in jouw project, waarin je zegt, ja, daar zijn we ook heel druk mee bezig om te zorgen dat we dat ook zo veilig mogelijk kunnen doen? Ja, heel groot natuurlijk. Kijk, een goede implementatie staat er valt natuurlijk ook met de ICT en de hulpmiddelen die we hebben vanuit de ICT op dit terrein. Kijk, wat denk ik belangrijk is, de bekostiging is nieuw. Maar het feit dat we gevoelige informatie uitwisselen in de zorg, dat doen we nu ook al. Ja. Dus dat is niks nieuws en dat is allemaal uitermate beveiligd en afgeschermd, ook bij zorgverzekeraars. Want daar zijn de strikse eisen op van toepassing. Tuurlijk, de zorgvertering is iets nieuws, maar er is ook gekeken met, geeft het meer detail over die patiënt? Nee, het is een andere doorsnee van die patiëntengroepen. En zo moet je dit ook zien. Hè? De diagnose is een bepaalde doorsnee. En zorgvertering is ook een bepaalde doorsnee. En dit is dus maar niet meer in detail informatie, maar op een andere manier informatie. Ja. Juist. Ik ga even kijken of ik ondertussen Alexandra Sillen kan bereiken. Alexandra, goedemorgen. Goedemorgen. En welgemeend goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Zoals gezegd, vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Die zorgvraagtypering, welke voordelen biedt dat voor de vrijgevestigde praktijk? Nou, de zorgvraagtypering, hè, als die over een tijd, in ieder geval na die eerste 2 jaar gekoppeld kan worden met de bekostiging, biedt eigenlijk het voordeel dat er een betere inschatting gemaakt kan worden. Hè, wat die groepen patiënten die bijvoorbeeld in een bepaald type vallen voor zorgvraag zwaar te hebben, voor zorgbehoefte hebben. En daaruit kan dan een bandbreedte eigenlijk vastgesteld worden van is nou typisch de zorg die je nodig hebt in een bepaald cluster. En dat kan helpen ook om de zorg te begrenzen. En daar hebben we heel veel belang bij, zeg maar als het ware bij een soort van deksel op de zorgkosten. Omdat, ja, maatschappelijk natuurlijk, hè, we moeten het met z'n allen kunnen blijven betalen. Maar ook vinden wij het heel belangrijk dat wij uiteindelijk veldafspraken kunnen maken waarin dus voor alle aanbieders, dus gecontracteerd, ongecontracteerd, maar ook voor alle zorgverzekeraars, diezelfde deksels gelden. En dat we niet heel veel administratieve lasten krijgen, omdat voor allerlei zorgverzekeraars weer hele verschillende regeltjes gelden. En dat is dus een heel groot belang daarbij. Maar dat is wel belangrijk dat we nu dus in die eerste 2 jaar wel de ruimte krijgen, ook door middel van veldafspraken, om voor het hele veld ook de ruimte te hebben om dat systeem goed te kalibreren, zodat we ook echt weten uit dat onderzoek van wat is dan de behandelinzet, wat is die bandbreedte eigenlijk voor de betreffende clusters. Ja. Een ander voordeel is trouwens ook dat die evaluatiemomenten ook heel erg kunnen helpen om gepaste zorg te geven. Dus de zorg aan te passen, naar boven of beneden, afhankelijk van wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Juist. Hoe het nou in de praktijk werkt, daarvan heb jij gezegd, laat mij dan eventjes door een casus heen lopen, zodat ik mijn collega behandelaren even kan laten zien wat je dan gaat doen. Daar hebben we een paar slides voor gemaakt. We zetten de eerste slide voor. Die zie jij dan zelf ook in beeld. Praat ons er eventjes doorheen.
Ja, je ziet hier de HONOS Plus die ik voor een cliënt heb ingevuld. De informatie, die eerste 12 vragen, dat is dus de gewone HONOS die ook als EPD-instrument gebruikt wordt. En vanaf vraag 13 zijn vragen toegevoegd heel specifiek voor de zorgvraagtypering. Nou, als je kijkt, dan zie je de eerste 6 vragen, hè, die staan op nul. Dus Ga die door hoor. zijn Ik met zeg die... even tegen de regie dat wij moeten weten dat de juiste slide voorzet. Dat kunnen wij hier in de studio niet zien. Ja, fantastisch. Dankjewel. Ga door, Alexandra. De Honos Plus. De HONOS Plus. De eerste 6 vragen, hè, die staan dus op nul. Die zijn bij deze cliënt niet aan de orde. En dan zie je eigenlijk bij vraag 6 en 7 dat er wel iets aan de hand is, maar dat de problematiek verhoudingsgewijs mild is. Het gaat bij 6 en 7 trouwens niet om de DSM-classificatie, maar echt over klachten. Deze cliënt heeft behoorlijk wat problemen met relaties, dat zie je bij vraag 9. En ook wat problemen om zijn eigen dag te structureren, om bijvoorbeeld ook taken te begrenzen. Dat zie je in die ADL terugkomen. Vraag 13 is een nieuwe vraag voor de meesten. En dat gaat echt over cliënten die sterke, ja, ik zeg maar, irrationele cognities hebben, die niet kloppen met de realiteit en die ook invloed hebben op keuzes die mensen maken of op het gedrag. En daar heeft deze cliënt toch behoorlijk last van. Die kan zich daar niet goed van losmaken. En de laatste vragen die gaan over de historie. Dat zijn vragen die dus niet over de afgelopen 2 weken, maar ook daarvoor een rol spelen. En je ziet hier betrokkenheid en kwetsbaarheid wat verhoogd. En betrokkenheid, het gaat over problemen die eerder in behandelcontacten hebben plaatsgevonden. Je kunt denken aan therapietrouw bijvoorbeeld. Daar zijn kennelijk problemen mee geweest. En het is dus ook een cliënt die toch een bepaalde mate van kwetsbaarheid in het verleden heeft gehad. Nou ja, dat zie je nu zo. En als we nu naar de volgende slide gaan, dan ga je dus eigenlijk nu de eerste stap doen. En de eerste stap is aan de linkerkant kies je dus van in welk supercluster, welke verzamelgroep zeg maar, hoort deze cliënt eigenlijk thuis? En omdat deze cliënt geen wanen, hallucinaties heeft, ook geen cognitieve problemen, zie je al automatisch dat hij in de bovenste categorie terechtkomt. Dat zijn de clusters 1 tot en met 8. Dat zijn dus mensen die geen psychotische symptomen hebben, geen organische cognitieve problemen hebben. Nou, dan mag je naar de volgende slide. Hier heb ik plaatjes meegebracht. Nou, het ziet er op het eerste gezicht wat ingewikkeld uit, maar deze plaatjes kunnen heel erg helpen. De NZA heeft deze ook in de pilot gebruikt. Heel erg helpen om een beetje in de vingers te krijgen van goh, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Als je die HONOS Plus hebt ingevuld en je hebt daar een bepaald antwoordprofiel, hoe verhoudt zich dat tot de clusters? En ik heb hier 4 clusters meegebracht. Je ziet bij alle plaatjes in het linkerkolom is in het donkerblauw aangegeven over welk cluster het gaat. Dus in het eerste plaatje links is het cluster 3. En boven de cijfers, dat zijn de antwoorden op de HONOS Plus. En de cijfers zeg maar, in het midden van het plaatje, dat zijn altijd de HONOS Plus vragen. Dus wat je ziet is dat die kruisjes die geven dus aan van hey, wat is het antwoord wat ik net heb laten zien op de HONOS Plus. En de kleurtjes geven het profiel aan van het betreffende cluster. En rood is dus de must-have. Dan moet je eigenlijk op scoren, wil je in dat cluster thuiskomen. En dan zie je bij cluster 3 dat die overeenkomsten er zijn hè, met vraag 7 en 8. Je ziet aantal andere vragen dat die afwijken. En dat is bijvoorbeeld bij vraag 10, die relationele problemen. Die zijn bij deze cliënt meer aanwezig dan wat je waarschijnlijk scoort. Dat is het oranje vlak. En ook vraag 13 zit veel hoger bij deze cliënt dan de waarschijnlijke score. Hè? Weer dat oranje vlak wat je in cluster 3 ziet. Bij cluster 4, dat is het volgende plaatje. Dan zie je juist dat deze cliënt eigenlijk te milde klachten heeft voor cluster 4. Ja, dat het rode vlak op vraag 7 en 8 bijvoorbeeld, daar scoort hij net eentje eronder. Dus dan denk je van, hé, dat past eigenlijk ook niet helemaal goed. En ook vraag 13 is die weer, heeft hij weer te sterk. En ook de historische vragen scoren bij deze cliënt eigenlijk te hoog. Nou.
Dus wij gaan door naar vraag of naar cluster 6. Ik heb de clusters even zo gekozen dat het wat meer inzichtelijk wordt wat we aan het doen zijn. En dan zie je dus ook weer dat in cluster 6 cliënten met ernstigere psychische klachten zitten. Dat zie je op 7 en 8 weer met die rode vlakken. Maar bijvoorbeeld 13 komt er weer goed uit. Dat zijn toch mensen die erin zitten die hele sterke onredelijke opvattingen hebben. En ook die historische vragen kloppen wel. Dus daar zie je weer, dan gaat het ene verschuiven, gaat het andere klopt dan weer niet. En wat je wel ziet is bij vraag of bij cluster 7 dat het patroon eigenlijk het meest overeenkomt. En deze cliënt zou ik dus ook zelf geclusterd hebben in cluster 7. En op deze manier, zeg maar, met die kleurtjes, eigenlijk heel mooi te leren. Ik hoop ook dat het in de trainingsomgeving en wellicht ook in sommige EPD's ook weer terugkomt. Omdat je op die manier een beetje inzichtelijk krijgt van goh, waar verschillen dan die clusters in. Ja. Dat zie je in oogopslag. Wat je ook tegenkomt in het EPD, en dat is inderdaad de volgende sheet, is dat je een kansberekening krijgt op grond van de data die we nu hebben uit Engeland en straks uit Nederland. En dan zie je dat eigenlijk heel mooi ook hier cluster 7 als meest waarschijnlijk cluster tevoorschijn komt. Wat we net handmatig hebben gedaan, dat klopt hier wel. Het is ook een vrij eenduidige casus, zal ik maar zeggen. En cluster 3 is eigenlijk het cluster wat daarna komt, maar daar zie je al dat het verschil in percentages vrij hoog is. Okay. Dus dit is een beetje een vingeroefening, zeg maar. Alexandra, dankjewel. Fantastische vingeroefening. Ik zeg even tegen de kijkers en ook wel tegen jou, waar jij het woord cluster gebruikt, gebruiken we dus vanaf vandaag het woord zorgvraagtype. Maar omdat het gebaseerd is op het oude HONOS-model, wordt daar het woord cluster gebruikt. En dat zal in de ontwikkeling de komende jaar nog wel eens een paar keer door elkaar heen gebruikt worden. Maar we moeten onszelf trainen. Dus ik benadruk het maar even extra. Het is fantastische vingeroefening. Wat je even het gevoel geeft van, oh, wacht eens even, ben ik dan steeds met die tabelletjes aan het invullen. Maar de idee is dat het een soort stemwijzer is waarin dat volledig geautomatiseerd gaat. En je gewoon een eerste partij bovenaan hebt met 85% zorgvraagtype 7. Ja en nee, want dat is een hulpmiddel. Hè. Die kansberekening is eigenlijk een hulpmiddel vanuit de statistiek, hè, die van eerdere data. Uiteindelijk is het de bedoeling, en we hebben ook gezien uit onderzoek in de pilot, dat de voorspellende waarde van, of de voorspellende kracht van het model hoger wordt als je als behandelaar echt zelf die keuze maakt voor een cluster. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je ook echt zelf even nadenkt van, hey, wat vind ik je eigenlijk van? Ja. En je dat, leert... Dat heeft Vincent ook gezegd, de behandelaar bepaalt uiteindelijk definitief welk zorgvraagtype het wordt. Ja. Juist. En je moet je realiseren, dit klinkt nog heel ingewikkeld, 21 clusters. Feitelijk heb je als behandelaar maar met een kleine groep clusters te maken. Als ik kijk naar mijn praktijk, ik werk overwegend met 5, 6, 7, soms 8. Dat zijn de clusters die ik het meest tegenkom. En dat zal, zeg maar, in heel veel settings zal dat zo zijn dat je met een beperkt aantal clusters heel veel te maken hebt. Dus die ken je op een gegeven moment binnenste buiten. Zou ik maar zeggen. Meestal als jij een eerste intake hebt gedaan met een nieuwe cliënt, dan weet je al, dit wordt een zesje. Zorgvraagtype 6. Nou, dan heb je wel een vermoeden en die HONOS die bevestigt dat. Of je denkt ineens van, hey, wacht even, ik heb iets over het hoofd gezien. Ja, ja. Want het is natuurlijk wel belangrijk om ook methodisch goed te werken. Oké, okay, nou, er komen ook vragen op binnen. Alexandra Karen zegt, hoe ga je eenduidigheid krijgen in de interpretatie van de HONOS? Bij de implementatie van de HONOS en het samen oefenen blijken de grote interpretatieverschillen. Je moet dus wel die beantwoording van die vragen met die kruisjes die je hebt gezet, die moeten we als behandelaren in Nederland, laat ik het maar even zo zeggen, zo eenduidig mogelijk invullen. Ja, dat klopt. En daar is dus ook training voor vereist. Nu zijn de gegevens die je nodig hebt, die komen uit de anamnese. Dat is verder niet nieuw. Dat doen we al ons leven lang, zou ik maar zeggen. Maar hoe interpreteer je dat, zodat je tot een score komt? Dat is inderdaad iets wat training vereist. Het is wel zo, ik heb dat wel eens met een collega gedaan, dezelfde cliënt geclusterd. Als je eens een keer op één vraag een afwijking hebt van één punt, leidt dat niet meteen tot een heel ander zorgvraagtype. Nee. Je ziet dat er wel een marge is waarin je kunt bewegen. Dus het is echt niet zo dat de beantwoording van één vraag meteen maakt dat je van een cluster 4 naar een cluster 6 gaat of zo.
Ja, ik begrijp het. Kun je nou uiteindelijk in de data wel terugzien, Vincent, dat bepaalde behandelaren, bepaalde praktijken bijvoorbeeld, bepaalde zorgvraagtypen heel veel gaan scoren? En dat dat of iets zegt over de manier waarop de HONOS-lijst wordt ingevuld, of iets zegt over de type patiënten wat zo'n behandelaar heeft? Ja, we gaan natuurlijk heel veel data verzamelen. En daar kunnen we heel goed gaan zien hoe het systeem wordt gebruikt. We kunnen ook gaan zien of er bijvoorbeeld structurele dingen misgaan. Dat patiënten, of dat bij bepaalde combinatie van vragen altijd een verkeerd cluster wordt voorgesteld. Ja, op basis van de data die we dan verzamelen, kunnen we het model ook gaan verbeteren. Ja. Er wordt natuurlijk een hele mooie kans om die data daarvoor te gaan gebruiken. Ja. Alexander Sille, tot slot. Deel je nu ook die zorgvraagtypering met de cliënt, met de patiënt? Ja. 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 En wat als hij het er niet mee eens is? Is een van de vragen die ik binnenkrijg. Ja, er is natuurlijk altijd zoiets, dat is net als bij de DSM-classificatie, je gaat niet onderhandelen over je professionaliteit. Je gaat heel veel informatie verstrekken en uitleg geven hoe je tot die keuze komt. Op het moment dat de patiënt met nieuwe informatie komt, kan het natuurlijk zijn dat je dingen heroverweegt. En kijkt van, hey, wacht even, heb ik dit wel goed ingeschat? Ja. Maar het is niet een onderhandeling. Hè? Net zoals je bij de dokter kun je ook niet zeggen van, nee, dit been is niet gebroken. Nee. Op een gegeven moment is het wel duidelijk wat je professionele opvatting is hierover. Ja. Ja, mijn dochters zeggen altijd dat ze geen fratjes aan hun voeten hebben, want ze willen niet naar de dokter toe. Dus, maar dat is inderdaad geen onderhandeling. Is het iets wat de cliënten, de patiënten gaat zeggen? Zegt het hem iets, zorgvraagtyperen? Of is het puur iets van de sector? Nou kijk, wat natuurlijk het mooie is van zorgvraagtypering, het is wel iets wat meer uiteindelijk meer over de patiënt en zijn zorgvraag zegt. Waar de DSM toch soms denk ik wat meer als een stempel gevoeld kan worden, hè, want jij hebt dit of jij hebt dat, is de zorgvraag natuurlijk wel een soort samenvatting van de beschrijving van alles wat hij heeft ingebracht. Dus in die zin verwacht ik wel dat zorgvraagtypering de patiënt meer gaat aanspreken dan bijvoorbeeld het plakketje zoals we dat in de DSM kennen. He, dus dat verwacht ik wel. En tegelijk, wat Alexander zegt, klopt helemaal. Hè. Het is een professioneel instrument, dat moet ik op die manier inzetten. En het mooie aan Alexanders verhaal vond ik ook, die liet even beide hulpmiddelen zien. He, we hebben natuurlijk dat algoritme, hè, of dat instrument, wat het EPD doet gewoon een voorstel. We hebben die kleurkaart, dat is ook een handvat, een hulpmiddel, hè, zo moet je dat zien. Maar uiteindelijk is die behandelaar aan zet om te zeggen, oké, maar dit is de typering die ik alles overziend kies. Ja, Riek zegt, hoe maak je de koppeling tussen de gepaste zorg en de omvang als er geen periode aan gekoppeld wordt, zoals bij de DPC? Nou, misschien, kijk, wat wij ook verwachten is dat je wel uiteindelijk periodes gaat terugzien in de data. Kijk, de complexere patiënten, die zullen ook veel langer in behandeling zijn. Ja. He, dus het is bepaalde typeringen, die zullen waarschijnlijk een jaar doorlopen. Terwijl, als je de lichte typeringen straks ziet, dan zul je gemiddeld zien dat zo'n bewijs van een maand of drie geldt en dat dan de behandeling gestopt is. Dus juist door die koppeling te maken tussen zorgprestaties en zorgvraagtypering, kun je daar gewoon periode uit afleiden, ook gemiddelde periode. En dan kun je op basis daarvan in de toekomst misschien ook iets zeggen over omvang of duur van een behandeling. Ja. Maar dat is allemaal richting de toekomst en dat moeten we gaan zien. Maar dat is wel uit de data af te leiden. Alexandra Sille, als vrijgevestigde, dank je wel op dit moment voor jouw tekst en uitleg en jouw casus daarbij. Ik ga nog even een sprongetje maken zonder dat ik van de hak op de tak wil gaan. Misschien voelt het een beetje zo naar Edo de Vries, namelijk de directeur Algemene Zaken van de Pompenstichting. Die hebben we helemaal nog niet gehoord. Natuurlijk ook in de FZ, dus die schakeling maak ik dan wel weer eventjes. Dag Edo, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n zorgvraagtypering in de FZ, waarvan we de uitleg hebben gekregen van Evelien Klein-Haneveld, hoe dat dan werkt. Het bruggetje maken met hoe Alexandra het ook toepast. Hoe kan het behulpzaam zijn voor de behandelaar? Nou, wat ik het mooie vind aan de zorgvraagtypering binnen de forensische zorg is dat het gekoppeld is aan de bestaande instrumenten die we risicotaxaties. En we gebruiken verschillende instrumenten. Maar wat ik het mooie eraan vind in het model is dat het eenvoudig is. Een schaal van 0 tot 7. Maar wel die verschillende dimensies, risico, delict en responsiviteit daarin in combineert. En ook doordat het een beperkte schaal eigenlijk is, een beperkte score die ook oplopend is, ga ik er ook wel vanuit, want dat zullen we wel in de praktijk moeten uitwijzen, dat ook de behandelaar daarover het gesprek aan kan gaan met zijn cliënt, met zijn patiënt. En
die oplopende schaal van 0 tot 7, dat kan iedereen zich wat bij voorstellen. Dat 7 echt wel heel veel zwaarder is dan 0. Of het nou soms 3, 3,5, nou ja, daar zullen we ook wel wat gevoel bij moeten krijgen. Maar heel veel van die andere risicotaxatie-instrumenten, ja, dan moet je soms ook goed weten hoe zo'n instrument in elkaar zit, om te begrijpen wat de uitkomst is. En dat is denk ik in deze zorgvraagtypering, de eenvoud is denk ik het mooie ervan. Ja, en die eenvoud kan dus niet alleen voor, laten we zeggen, de relatie met het zorgprestatiemodel, wat een bekostigingsmodel is, maar ook dus de behandelaar zelf wat extra handvatten geven om grip te hebben op, ja, hoe schat ik nou deze cliënt in? Ja. En nou ja, wat natuurlijk daarin ook wel belangrijk is, ook hier is het een dynamisch geheel. Hè? Even, wij behandelen ook patiënten die in ieder geval nog niet veroordeeld zijn voor een delict. Dan zie je dat ook dat in die verzwarende factoren op het moment daarin wat afschaalt. Maar op het moment, nou ja, bijvoorbeeld een Jos B., als die veroordeeld wordt voor de moord op Nicky Verstappen, ja, dan zie je in één keer natuurlijk ook twee stappen, zal die gegarandeerd een aantal stappen in de zorgvraagtypering naar boven gaan. Ja, dat is natuurlijk interessant, want het is een risicogedreven model. Dus wat de rechter heeft gezegd of iemand schuldig is bevonden, heeft een enorme invloed op de antwoorden in het model. Dat klopt. Terwijl het natuurlijk feitelijk wel dezelfde persoon is. Ja, maar dat is natuurlijk een onderdeel. Dat is denk ik juist het mooie in het model, is het risico kan groot zijn, maar we wegen ook mee of die werkelijk delicten pleegt, of in ieder geval veroordeeld wordt voor delicten. Ja, en door de media is hij al veroordeeld, jouw voorbeeld, maar ja, het gaat ja, natuurlijk over de rechtsstaat. Ja, we hebben natuurlijk je bent pas veroordeeld op je merk als de rechter daarover gesproken heeft. Gelukkig en maar. Dat is een onderdeel dat we toch in het model terug laten komen. Ja, ja. Dus de verschillende dimensies, denk ik, heeft echt wel een toegevoegde waarde. Ja. Hoe kijk jij naar de komende maanden, de invoering ook bij jullie in de Pompenstichting? Nou ja, ik denk het hele model, de omschakeling überhaupt van het zorgprestatiemodel en naar de zorgvraagtypering zal gewoon veel energie met elkaar kosten. Ik kijk er aan de andere kant wel met een gerust hart naar uit, omdat we vooral die koppeling hebben op basis van de bestaande instrumenten die we al gebruiken. Die risicotaxaties, die voeren we al uit. Ja, Alexandra Sille, wat is jouw belangrijkste tip aan andere collega's van jou om zich voor te bereiden richting 1 januari? Nou, ik denk inderdaad bekend worden hè, met, even nu over de zorgvraagtypering, hè, bekend worden met Honors Plus, bezig gaan met een trainingsinstrument wat de NZA gaat ontwikkelen, daarmee oefenen. Hè, en ook met collega's overleggen, dus een keer dezelfde cliënt typeren en kijken van waar kom je dan op uit. Want dat kalibreren is ook belangrijk. Ja. Cornelis Jan, komt nog een laatste vraag binnen van Elbrich. Wie moet en wie mag de Honors Plus invullen? En vanaf wanneer zijn er trainingen te verwachten of kunnen we inzetten? Nou, eerst over de eerste vraag. We hebben afgesproken met elkaar dat het aan de regiebehandelaar is, hè, om de typering uit te voeren. Dus dat, nou ja, iedereen weet van zichzelf wat die riebanden is of niet. Hè? Dus dat is de afspraak. Die wordt ook verwacht een soort totaalbeeld, een goed totaalbeeld te hebben van de patiënt natuurlijk. Dus dat is één. Het tweede is dat wij in ieder geval deze week al wat achtergronddocumentatie plaatsen. Hè? Je zag die kleurkaarten net langskomen, de Honors Plus. Die staat er overigens al op, maar die willen we op een iets meer toegankelijke manier nog even op de site plaatsen. Dus dat soort informatie, dat komt deze week nog online. Ondertussen wordt er door een groepje mensen gewerkt aan een handleiding. Dus meer een document wat je tot je kan nemen, zodat je ook weet, oké, op die manier kan ik dus gaan typeren. En ja, en de NZA is bezig om te kijken hoe ze online ook iets kunnen faciliteren, wat die training gaat helpen. En dat is dan een stukje tooling. En wij komen zelf in het najaar nog met e-learnings. Maar goed, die zijn in het najaar beschikbaar. Dus er komt schriftelijke documentatie. Deze week puur even de lijst en dat soort dingen, die kleurkaarten, puur als hulpmiddel.
Er komt een handleiding, die komt nog voor de zomer ook. Nou, de NSA met een stukje tooling of instrument aan de gang. En na de zomer ook e-learnings. Dus er komt nog genoeg aan. Genoeg studiemateriaal om je weekenden mee te vullen. Zullen we maar zeggen. Ja, jongens, het is 11:30. Dat betekent dat ik het webinar ga afsluiten. Dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En dat ik hoop dat dit webinar over de zorgvraagtypering zoveel mogelijk vragen die je nog hebt... heeft kunnen beantwoorden, dat het wellicht een goed eerste start is geweest voor je om je te verdiepen in die zorgvraagtypering die dus hoort bij dat zorgprestatiemodel wat uiteindelijk allemaal op 1 januari gaat beginnen. Maar de voorbereiding is op stoom. Alexandra Sille, Mark Blom, Femke van der Pol, Edo de Vries en Evelijn Klein-Haneveld op afstand bij ons. Ik dank jullie zeer, Cornelis Jan Diepenveen en Vincent Pelgrim. Dankjewel dat jullie hier bij mij in de studio waren. U bedankt voor het kijken op zorgprestatiemodel.nl. Al die informatie te vinden die Cornelis Jan al schetste. Er volgen meer webinars en de eerste is op 25 mei in de middag. En dan gaat het over de beroepen in het zorgprestatiemodel. En de onderscheiden die we daarin zien. Daar kijk ik zeer naar uit. En dan zal ik ook wel een aantal professionals aan tafel hebben. Dan wel op de videoverbinding. De evaluatievragen over dit webinar, die zie je nu online verschijnen. Dus ik zou zeggen, vul dat in. Een van de tabbladen is ook evaluatie. Geef ons alsjeblieft feedback, ook over dit webinar. Want het zorgprestatiemodel is een lerende organisatie. En we willen dat steeds een beetje beter doen. Mijn naam is Maarten Bouwers. Het was mij genoegen uw host te zijn. Bedankt voor het kijken. Een hele fijne en succesvolle week toegewenst. Tot de volgende. Dag.